kom naar school te voet met mijn twee zussen. Ik kom met de auto naar school. Nu ben ik te voet gekomen en als mijn mama komt mij afzetten, dan is het met de auto. Ik kom het liefst met de auto, omdat je dan rapper op de speelplaats bent. Ik kom soms met de fiets en te voet. En ik vind te voet het beste, want dat is veel veiliger. Ik zou het liefst met een Ferrari naar school komen. Dan kom je daar zo naar school en dan zie je daar zo. En dan is dat zo, wow, zo wagen. Ik vind het leukste om met de fiets te komen. Maar dat mag nog niet van mijn mama. Mijn mama zegt dat ik daar te jong voor ben. Ze zijn meestal bezorgd omdat ik met de fiets ga. Ze willen niet dat ik met de fiets ga, omdat dat te gevaarlijk is. Ze heeft op nieuws bericht gezien dat er zo'n ongeval is gebeurd op een drukhuispunt. En ze wil het nog niet. Ik kom elke dag met mijn mama met de auto naar school. Ik zou liever met de fiets komen, omdat dat veel beter is voor het milieu. En dan kan ik ook een beetje sport doen. Hè. Ik kom met de bus. Ik denk wel dat de bus veilig is om naar school te komen, omdat hij kan. De buschauffeur kan er goed mee rijden. En het is ook beter voor het milieu, omdat het kan meerdere mensen vervoeren. Onze school vindt veiligheid belangrijk en investeert daarin. Er staat bijvoorbeeld al eens politie op de straat of de gemeenschapswachten van de gemeente Denderleem houden een oogje in het zeil. Onze leerkrachten krijgen een opleiding tot gemachtigde opzichters. Zij houden de schoolpoort in de gaten en zij helpen de kinderen om veilig de straten over te steken. In het kader van verkeersveiligheid is het natuurlijk heel belangrijk dat we kunnen samenwerken met de ouders. We doen heel veel op school. In elke klas wordt er rond verkeersveiligheid gewerkt. Wij gaan één voor één dat jasje aantrekken. Goed, Inaya, kom maar. Zo, armen erin. Als de ouders dan ook het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld niet parkeren op het voetpad, het zebrapad gebruiken, dan hebben we echt de beste resultaten. Zeg, kindjes, kijk eens goed. Wat zien wij hier? Zeer goed, Marian. Een zebrapad. Mogen wij zomaar overlopen? Nee, dat mag niet. Wat moeten wij doen, Lester? Eerst kijken. Eerst kijken wij naar links. En dan kijken wij naar rechts. Kijken ook eens voor ons. Zijn er auto's? Nee, zijn er fietsers? Oké. Dan mogen jullie oversteken. Steek maar over. Zeer goed. Bravo. Bij ons op school zijn er heel veel mensen die dubbel parkeren. Dat is gevaarlijk. We vinden dat niet leuk, ook al is het maar heel eventjes. Daar is onze school. Je mag met de auto 30 km per uur rijden. Niet vergeten. En gebruik het zebrapad om over te steken. Parkeren op de busstok, dat mag niet. Verspuit het voetpad niet met fietsen of fietskarren. Dat zorgt voor chaos aan onze schoolpoort. Hier is onze school en je kunt hier ook parkeren, maar doe het liever niet omdat het gevaarlijk zou zijn voor de kinderen en voor de fietsers. Dus ik raad u aan om daar te parkeren. Op het pleintje. Hier op de oprit mag je niet parkeren, anders zou het gevaarlijk zijn als de kinderen van school komen en dat de auto's hier staan, dat een kind zou kunnen overreden worden.
rijd niet over deze fietsstrook met je auto. Dit is onze school. En dit is ons zebrapad. En als hier auto's op parkeren, vinden wij dat niet leuk. Ik vind het belangrijk om op tijd te vertrekken, zodat ik rustig naar school kan komen en zodat er geen ongevallen gebeuren. Geef het goede voorbeeld aan alle kinderen. Dubbel parkeren, parkeren op het zebrapad of op de busstrook, kan niet. Dit zorgt niet alleen voor onveilige situaties, maar ook voor ergernissen bij andere ouders en schoolpersoneel. Vertrek op tijd. Als je met de fiets komt, zorg dan voor veilig materiaal. Lees dit zeker ook na in de engagementsverklaring.